Onder het thema School to Work Transition for the Elimination of Child Labor, a review of experience and good practices in the Brazilian apprenticeship system, heeft het ministerie van Arbeid samen met onderwijs een seminar gehouden. Het seminar vond vanmorgen plaats in het CIFES gebouw. De overgang van de schoolperiode naar de arbeidsmarkt bij de jeugd stond centraal tijdens het seminar. Er werd informatie uitgewisseld over het begeleiden van drop-outs en jongvolwassenen die de school wensen te verlaten. Een Braziliaanse overheidsdelegatie is hiervoor samen met vertegenwoordigers van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO naar Suriname afgereisd. Zij zullen hun ervaring delen met personen uit zowel het arbeids- als het onderwijsveld. Jinti Mangru, hoofd internationale zaken van het ministerie van Arbeid, zegt dat modellen die succesvol hebben gewerkt in Brazilië nu in Suriname zullen worden toegepast. Nou, de bedoeling is dus dat de participanten die hier zijn, dit meenemen, het model, het idee dat Brazilië dus heeft om die overgang te begeleiden van school naar werk, om dat model, de ideeën mee te nemen in hun beleid toch. Het zijn voornamelijk de participanten zijn instituten die vakscholing doen, die onderwijsinstellingen die eigenlijk beroepsgericht zijn. En die moeten dan helpen om die transitie te vergemakkelijken naar de arbeidsmarkt. Waarbij je eigenlijk de leerlingen in het laatste jaar een beetje richting arbeidsmarkt duwt. Waardoor en ze in bedrijven laat beginnen te werken om ze praktijkervaring te laten opdoen. Zodat die overgang iets gemakkelijker is en dat je niet een systeem krijgt waarbij ze dus slagen en dan eigenlijk moeten belanden op de arbeidsmarkt, maar niet voldoende skills hebben om die markt te betreden. Weet je, dat ze niet in een gat vallen nadat ze dus eigenlijk hun schoolperiode hebben afgerond. Of misschien niet helemaal hebben afgerond, maar dat je dus dat begeleidt. Mangro zegt verder dat diverse instituten in Suriname zich nu bezighouden met deze vraagstukken. De informatie die nu wordt verzameld kan een positieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een plan. Het is dus zo dat het beter en gestructureerder kan. En je moet ook kijken naar je arbeidsmarkt, toch? Hoe ziet dat eruit? En je moet erop inspelen. En daar gaat het soms mis bij die aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. En daaraan moet men dus eigenlijk een geïntegreerde aanpak, weet je, moet men dan zien te bewerkstelligen om die doelgroep goed te begeleiden, weet je. En dus in principe, het is niet dat het er niet is. Die instituten die hier zijn doen aan een deel van het werk, maar we kunnen het altijd beter en een beter opgezet plan, laat me dat zo zeggen, dat niet loshangend is, weet je, samenhangend, coherent beleid. En het is dus de bedoeling dat de beleidsmakers zullen moeten gaan werken aan dat structureel beleid op dit stuk. Jinti Mangro, waarnemend hoofd internationale zaken van het ministerie van Arbeid. Dit ministerie heeft samen met het ministerie van Onderwijs een seminar georganiseerd. Gestreefd wordt om de schoolgaande jeugd goed te begeleiden voor de arbeidsmarkt.